DJ, the sound check. Thank you, brother. Thank you, thank you, thank you. Ja, we moeten Engels praten deze dagen, hoor. Je weet toch? Is een brood nodig. NK. Wat zo? NK. NK? NK. Precies, pootjes. Ja, ja, ja. NK. NK, precies. Jeroentje. Yes, 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 yes. Hé, hey, dames, heren, zijn jullie al een beetje... Jullie zijn sowieso opgewarmd van daarnet, want daarnet kwam al sowieso alleen maar gruwelijke artiesten hier. Dus ik wil sowieso voor alle... deelnemers die hier hebben gestaan, wil ik sowieso een daverend applaus! Ik zeg jullie eerlijk, ik geloof jullie niet. Okay. We zijn weer terug. Trouwens, livestream. We zijn weer terug. We gaan weer beginnen. Ik hoop dat het allemaal goed gegaan is met stemmen, dat jullie geen blokkades of ergens haperingen hebben gehad. Want ik heb de vier deelnemers die doorgaan, die heb ik hier zo in mijn handen. Maar, voordat we doorgaan, wil ik eerst dat we even op de hand klappen. Klappen, 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 klappen. De eerste deelnemer. Nee, ik zat jullie mogen stoppen. Doorgaan even gaan. De eerste deelnemer die doorgaat is Evelien. Door blijven klappen, door blijven klappen, door blijven. De tweede deelnemer die doorgaat is Linde. Nummer 3. Die doorgaat, door blijven met jullie voeten. Nummer 3 die doorgaat is Doortje. En last but not least, Ellen. Oké. Dat was echt, je weet toch? Alsof deze zaal gewoon vol zat met onze mokkerste suries. Dat verwacht ik gewoon, jawel! We zijn er aanwezig, represent! Precies, precies. Ai. Evelien, waar ben je? Hier. Ik zou zeggen, kom lekker naar voren toe. The stage is yours. And go get him. En mag ik alsjeblieft een applaus vanuit je hart. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ik ga maar even hoofd proberen. Ik ben het troubadour. Ik vertel verhalen terwijl ik een reis maak genaamd leven. En ja, ik ben nog jong. Naïef misschien. Ik heb nog lang niet alles van de wereld gezien. Maar in die 22 jaar dat ik met deze aarde meedraai, heb ik al veel om me heen gekeken. Ik heb veel meegemaakt. Uit de misstanden van de wereld in het vizier, ik heb mijn woorden paraat als bewapening. Gericht op het onrecht om deze spreekwoordelijk neer te maaien, want als ik om me heen kijk, dan zie ik mensen, ze zijn gemaakt. En als ik om me heen kijk, dan zie ik mensen die ten onder gaan aan deze maatschappij. Die zo gericht is op dat we iets moeten zijn en die zoektocht raken we onszelf kwijt. Terwijl we die van binnen wel weten waar we heen gaan. Degene die we zoeken al vlakbij en in de juiste schoenen klaarstaat. Klaar voor de start, altijd maar hard, 1000 slagen per minuut. Paniek, maar niet verslagen. Kom op adem en weet dat soms even niks of een stapje terug doen ook best prima is. En ja, dat geeft druk en tweestrijd, want je hoofd zegt het ene en je hart zegt het andere. Je gedachten gaan er in een sprint vandoor, je gevoelens blijven achter. Aan de grond genageld, maar wortelen zich diep, dus vind je kracht terug bij moeder aarde. Zij zal je troosten, laat je angst maar varen. Wij zijn de erfgenamen. De kinderen met de rotzooi die onze ouders, belast met de rotzooi die onze ouders voor ons hebben achtergelaten. Wij zijn de kinderen die dragen. Die zorgen, die draaien en balen, die tegen de stroming, die
kom te keren. Die niet alleen maar ja en amen, die samen te snel volwassen geworden. Dus nemen nu de verantwoording daar waar ouders niet waar konden maken, welwillend, niet sterk genoeg om op te bouwen. Dus onze fundering 10 keer zo sterk om dubbele lasten draagzaam te houden, maar vooralsnog is er weinig vertrouwen in ons. Maar je blaast ons niet zomaar omver. Wij zijn standvastiger dan ooit. En in hun ogen zijn we misschien de verlorene, de onbezonnen en verloochende, maar wie het laatst lacht, lacht ze toe. En wij zullen zegen vieren op een betere morgen. Dus leg een knoop in je zakdoek of in je oren en herinner je mij en deze woorden. Want er zal een dag zijn waarop jullie ons zullen zien en zullen horen. Er zal een dag zijn waarop wij zullen zeggen, kijk, wij hebben het gemaakt. Wij hebben geheeld voor onszelf en voor ons nazaad. Dankjewel. Ik ga het je gewoon nogmaals zeggen. Ik zei het net al voor de wc's, maar ik vind je hard, man. Ik vind je echt hard. Oké. Mag ik Linde naar voren? Haven, applaus voor Linde! Het rumoer rondom me stijgt op als een zeespiegel. Spreidt haar vleugels, ik hou voet bij stuk. Zwijg. Aanvaard de nadreun, geen vragen. Aanvaard de verwarring, geen vragen. Ik loop wederom op een kermis af. Deze werpt messen naar me. Jongens schieten knikkers uit klappertjes pistolen naar mijn boegbeeld. Ik vermijd oogcontact. Glimlach. Passeer deze trieste houding en kom aan bij een haven. De schipper zwaait lallend naar mijn reddingsvest, hetgeen ik in het water werp. Ik zie zijn ogen zinken. Terwijl ik afdrink naar mijn vader, hoe hij me hozen leerde in reddingsbootjes, bootjes ook nooit. Knikkers kunnen in polyester geen gaten maken, laat staan in vlees hout snijden. Ik lees hoe stroming keert, ogen drijven boven. Ik zie. Deze dan. De stoel onder mij kraakt wanneer ik zitten ga. De grond onder mijn voeten niet langer aan mij bij voorbaat. Er staat een man op een sokkel. Hij werpt me bloemen toe. Steekt messen in de ogen van mijn zuster, en lacht ons toe. Deze rozen zijn de mijnen niet, haar doornen sporen bloedend. Ik zit, ik luister. Ik vertik het nog langer te buigen, te danken voor toegeworpen waarheid, haar bloedend spreekt. Ik zwijg, ik luister. Fluister haar toe. Toe maar, geef ze onweer. Barst in ontelbare talen, deelt het niet langer wat niemand hem kon duiden. Storm ze omver, dan stormen we samen. Ik luister. Wanneer we vloeien. Ik luister. Snoer zijn mond met 1000 draden, ik ren met je. Ik luister. Zuster, wanneer we dansen, zijn we waar. Wanneer we vloeien, zoals we weten, lieve vriendin, nu we spreken, zijn we waar. Woorden klaar als de hemel en de hel. We zijn klaar, we zijn klaar, wij zijn klaar. Ik geef je deze dag, ik geef je deze oren,
De stoel onder mij kraakt nu ik zit en luister. Ik neem niet langer zomaar deze grond. Ik open je mijn armen. Steek ballonnen kapot wanneer ze opborrelen en luister naar hun knalvoel. Vervolgens hun leegte weer galmen. Recht mijn rug. Adem in. Adem uit. Want dit moet afgelopen wezen. Wij zijn klaar. Ik heb alleen maar rillingen door mijn lijf, man. Ik ben gewoon bang, man. We zijn klaar hier zo. Ik ben gewoon bang. Hi. Doortjes, waar ben je? Kom naar voren, we gaan nog niet klappen. Want ze kennen het principe niet. Oké. Okay. Doortje staat hier aan mijn zij. Give it up for Doortje! Dankjewel. Picknick aan zee. Picknick mee. Volgende keer. Had ik maar, is ook maar een gedachte. En een kleedje en blote benen die ik dan tevoren netjes had geschoren. Zodat het ruw van het zand erover kan prikken. En het bruisen van zeewater. En massages en ponies en zonnestralen. Snel regenbogen en vogels die mooie vormen in de lucht zwieren als gedichten, dat soort shit. Staan we dan. Zij, kopje onder mij. En kus haar, verraste blik naar omhoog. Kussen zie je doorgaans nog niet zitten, al liggen ze al lang op mijn lippen klaar. Volgende keer neem ik een picknick mee. En geloof in romantiek en de mogelijkheid lief te hebben. En ogen die knipperen, hun tranen niet bedwingen. Waar raken de wimpers de wangen van de ziel? De wind doet de jurken opbollen, trekt verhalen daaronder vandaan, vertrekt naar andere oorden, waar mogelijk minder geoorloofd is. En minder is meer, dat zegt toch iedereen, terwijl ik mij afvraag wat daarmee wordt bedoeld. Is meer dan niet beter in vormen van water, liefde, zomer en stilte? Picknick onbeperkt houdbaar, staat gestempeld op de mand. Langer nog dan de meeste relaties, waarvan velen kop in het zand. Verzand ik in gedachtenstroomversnelling bij de overvloed van zee, zand tussen tenen, overpeinzend met iedere nieuwe golf. Over meer of minder romantici, luchtzwierders, levensvierders, vederlichte lolbelevers die er zijn. Of afgestorven, gedesillusioneerd, gescheiden. Bezeerd, gezworven, geleefd, onvoorspelbaars. Wereldwandelaars, zeebevelers, luchtbestierders, zandgravers en muggenzifters. En of ik nu degene ben die het complex maakt, terwijl ik hier kwam op roze wolken, een vergeten picknickmand bij de achterdeur. Dankjewel Doortjes, je hebt echt een goede fight met Doortjes, dankjewel. Thanks. Yes assistenten, zijn we ready? Zijn we ready voor de laatste van de vier? Waar zit je? Waar zit je? Kom naar voren toe. Kom naar voren. Dames en heren, give it up for Ella! Ik zie het nu. Mijn ogen zijn geopend. Ik heb mij voorgelogen, energie daarmee uit jou gezogen. Ik heb niet goed gekeken. Ik heb het niet eerder of ooit erkend. Dat heeft bijgedragen aan het huidige systeem dat het wit zijn heeft verwend. Ik weet het nu.
De mogelijkheden die jij niet altijd hebt gekregen, die voor mij vanzelfsprekend waren, die ik nooit heb hoeven af te wegen. De witte bubbel, het witte privilege, het nooit over mijn schouders hoeven kijken en dat zelfs van rechtswegen. Ik ervaar het nu hoe ongelijk ik mijn denkpatronen door kan dragen in onverantwoorde, onbedachtzame acties. Dat niet alleen jij, maar ik nu ook in een moment van zak en as zit. Ik ben nu bewust, jij nog lang niet gesust tot de daad bij het woord is gevoegd. Het is nooit vroeg genoeg, maar ook nu nog niet te laat. Jij wil daadkracht. Ik vind nu kracht om in mijn macht de macht aan te spreken. Ik zie nu in dat het niet meer zo gaat. Ik leer nu bij, ik lees nu in. Ik ontleed elk woord in elk gesprek. Ik ontleed nu iedere zin. Elk gevoel voel ik met empathie. Ik voel vooral compassie. Voornamelijk liefde. Leer ik stap voor stap hoe gelijkheid hoort te zijn, zodat op een dag in de toekomst er geen scheiding meer kan zijn, zodat op een dag in de toekomst de ontkenning niet meer bestaat en dat elk gezicht kleurt en de glimlach weer het licht toelaat. Meestal heb ik wel echt iets te melden of zo, maar ik bepaalde dingen gewoon laten voor wat ze zijn. Laat ze en laat het vanzelf gewoon spreken. Nathalie, ik kijk jou aan. Maar eerlijk, Nathalie, het was heftig, hè? Maar eerlijk, Nathalie, het was heftig. Het was heftig wat hier net voorbij kwam. Tips, tops en denken, nou ja, eigenlijk zijn het niet echt tips of zo. Het is meer allemaal top, top, top. Dat maakt het extra lastig. Snap ik. Ja. Ik ga het woord aan jou geven. Ja, ik ga toch een beetje nierenneukig doen af en toe. Maar goed. Moet ook gebeuren. Oké, Evelien, waar zit je? Nou, wederom, wat ik al eerder gezegd heb in de vorige performance, weet je, je flow, hoe dat gaat. Wat wel het verschil was in deze performance, en ik weet niet of het zo is, hè, dat is een interpretatie van mij, is... De eerste performance maakt je oogcontact. Daaruit concludeer ik wel dat je de tekst wat beter zelf je eigen hebt gemaakt. En nu keek je over ons heen. En dat is een trucje eigenlijk om je te focussen. En dat is heel erg goed. Dat moet je ook gewoon blijven doen. Maar als je de tekst zodanig leert, en of je het nou van schrift doet of uit het hoofd, dan kan je meer contact maken met het publiek. Want dat contact was iets minder, waardoor je ons ietsje minder meenam. Maar verder, nogmaals, props. Heel erg mooi meegenomen. En wat ik ook heel erg mooi vond inhoudelijk aan je gedicht, het is heel hoopvol. Ik ben 20 jaar ouder dan jou, denk ik, de jeugd van tegenwoordig. Ik heb zelf een kind, zoals jullie weten. Goh, waar ze naar luisteren, hoe ze denken. En denk ik, oh nee, ze denken niet, het is niet allemaal zo. Er zijn de toekomst. Oh, halleluja, de toekomst. En vooral, wie het laatst lacht, lach je toe. Dat is zo diep om dat te zeggen, want dat betekent dat je een hele andere grondhouding hebt. Want de wereld kennen we wie het laatste lachen best, maar prachtig inhoud. Ja, dus complimenten. Linde, ja. Je hebt hetzelfde gedaan als de vorige performance, dus dat heb je ook niet veranderd, dus maakt ook helemaal niet uit. En wat ik heel sterk vond aan jou, is dat je wel met je stem verandering hebt aangebracht. Dus waar de ernst zat, liet je echt de ernst horen, en waar de kalmte zat, liet je, ja, werd het kalm. Ik vind de manier waarop je staat heel erg krachtig. Je staat er echt. En je hebt een houding. En dat zie ik ook een beetje in je gezicht. Van ja, met mij moet je gewoon geen grappen maken. Ik kan met je lachen. Ik sta hier. Maar don't mess with me. Dat straal je uit. Ik weet niet of je dat wilt uitstralen. Maar dat is wel hoe ik jouw uitstraling interpreteer. Even kijken. En let op de tijd. De tijd is belangrijk in deze kwestie natuurlijk. Even kijken.
En wat ook echt belangrijk is, denk ik, als je doet, je moet doen wat je zegt. Dus als je zegt, ik adem in, ik adem uit, moet je niet in. Nou, het is niet goed, maar dat gebeurt gewoon. Terwijl je, neem even pauze, adem uit en laat ons mee uitademen. Ja? Nou, dankjewel. Doeltje. Woep, woep. Heerlijk, ja, heerlijk om naar jou te kijken. Wat ik ook mooi van de inhoud van je teksten vond, is dat de vorige ronde was het iets simpeler, maar nu ging je toch meer metaforen gebruiken. Je nam ons tekstueel meer mee. Wat bedoelt ze daarmee? En ja, persoonlijk vind ik dat fijn. Sommigen vinden dat niet fijn, denken wat bedoelt ze daarmee, maar ik vind het persoonlijk heel fijn. Neem mee in het verhaal, wederom. Dat hebben jullie overigens allemaal. Ik vind dat jullie stem heel goed gebruiken. Qua intonatie, qua snel, qua het terugnemen, qua ademhaling. Ook voor jou. Wat ik ook heel erg sterk vind, is de afsluiting. Vaak genoeg als je een performance ziet, en soms is het zo als ik over mezelf praat, wat ik doe, la 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 la, en dan sluit ik af. En bijna heb ik de laatste zin uitgesproken en dan loop ik al weg. Dankjewel. Jullie sluiten allemaal heel sterk af van oké, bam, punt, dit is het eind van het gedicht. En dan weten wij dat ook, dat is heel erg mooi. Ellen, yes. Om terug te komen op inderdaad de manier waarop jullie spreken. Ik zeg even jullie, omdat ik het al eerder heb gezegd, maar ook geldt voor jou. Echt mooie pauzes tussen je zinnen. Ik weet niet of je dat bewust doet. Of dat je na moet denken van, oh, je was de volgende zin, want dat kan het soms zijn, hè. Maar dat ik dat niet zie, betekent al dat je het goed doet, whatever. Al is het bewust of onbewust, het komt gewoon goed over. Maar omdat ik zelf, ja, ik herken mezelf natuurlijk. Dus door gewoon pauze te nemen tussen je zinnen, geef je ons ook rust om mee te denken, mee te luisteren. Bij de ernst van de zaak versnel je je zinnen. En op een gegeven moment, wanneer het kalm is, of dan speel jij echt mee. En persoonlijk vind ik dat heel fijn. Ook een duidelijk begin en het einde. En wederom met dit gedicht heel ernstig en je eindigt positief. Ik weet niet of dat soort signature van jou is, dat je altijd schrijft van oké, dit is dit en dit. En at the end komt het goed. Maar dat heb je ook met dit gedicht gedaan, want het is best een zwaar beladen gedicht met betrekking tot de tijd. En ja, mooi. Heel erg dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Hè. Dit waren de vier, toch? Prachtig, dank jullie wel. Ik heb nog een heel warm applaus voor Nathalie. Mensen van de livestream. De stemlijnen gaan nu open. Voor het publiek. Jullie hebben jullie fiches. Jullie weten wat jullie te doen staan. We gaan weer even een kleine pauze van ongeveer 8 à 10 minuutjes in. En dan zijn we weer bij u terug. Dank jullie wel.